Philipsdorp bestaat 100 jaar en dat is natuurlijk reden voor een feestje. Een week lang vieren de bewoners het bestaan van de wijk die Philips in 1910 voor zijn arbeiders liet bouwen. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest heeft de schrijver Willem van der Somme het Philipsdorp beschreven in het boekje Zo was het Philipsdorp. Het is niet de eerste keer dat van der Somme over een Eindhovense wijk schrijft, maar deze wijk is voor hem heel bijzonder. Ik heb hier precies 29 jaar gewoond. Op de dag dat ik 29 was, ben ik getrouwd. En toen ben ik vertrokken. Later heb ik hier nog 16 jaar tegen de wijk aangewoond. Dus ik mag zeggen dat ik Philipsdorp goed ken. Hoewel de journalist en schrijver in de wijk opgroeide en tot zijn 29ste in de Frederiklaan woonde, heeft hij nooit bij Philips gewerkt. Mijn vader zei in de tijd toen ik moest gaan werken, ja jongen, je kunt twee dingen gaan doen. Je kunt bij Philips gaan werken of naar de TU gaan. Hij heette toen nog Technische Hogeschool. Ik zei, oh, dan ga ik wel naar de Technische Hogeschool, want stel voor dat ik had moeten werken. Iemand die wel bij Philips heeft gewerkt is de 77-jarige Martha Mati. Ik kwam in Eindhoven toen ik jong was. En ik heb gewerkt in het vroegere Philips ontvangcentrum. En dan werd het nog eens een keer laat, want ik deed de catering van Philips. En toen heb ik eens gevraagd, ik zou graag een huis hebben wat een beetje in de buurt ligt. En dat hebben ze gedaan. Zodoende ben ik bij het Philipsdorp gekomen. Na haar pensioen bleef zij zich inzetten voor het behoud van Philipsdorp. De wijk dreigde in de laatste jaren van het leven van meneer Frits gesloopt te worden. Maar Martha Mati wist dat te voorkomen. Ik heb dus met andere mensen gezorgd dat het Philipsdorp beschermd stadsgezicht is geworden. En dat is een reden dat het niet afgebroken zou worden, want het is natuurlijk gewoon hele dure grond waar wij zitten. Zonder de inzet van de bewoners was de wijk allang gesloopt. En heten de straten zoals Annastraat en Frederiklaan, die genoemd zijn naar de familieleden van Philips, nu misschien heel anders.